Oké, mensen. De vierde aflevering van Adventure Cooking. Wat gaan we vandaag maken? Vandaag. Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw. Zo, mensen. Weer de vierde aflevering van Adventure Cooking. Vandaag gaan we een gerechtje uit de Alpen maken. En ik zeg vandaag. Gisteren heb ik dat ook al gedaan. Alleen, de camera hield er halverwege mee op. Dus helaas pindakaas voor de kleine kabouter. Dus vandaag een nieuwe poging. Alleen gisteren had ik een mooie opstelling in de zon. In de vrije natuur. Vandaag regent het. Dus staan we in mijn mancave. Brommer staat lekker droog. 100 punten. Gerechtje vandaag bestaat uit eiernoedelen. Spek, dat zijn de hoofdbestanddelen. En dan leuken we dat nog op met verse knoflook, een ui en champignons. Maak het geheel af met geraspte kaas en peterselie. Dat is trouwens wel leuk, die geraspte kaas. Die komen we hier bij de Jumbo kopen. In kleine zakjes, een hele trits. Drie zaten eraan. Super handig, omdat de gerechtjes die ik maak gebaseerd zijn op twee personen. Dus dan hoef je niks weg te gooien. Ik probeer toch altijd zo in te kopen dat het helemaal opgaat. We gaan beginnen met de noedels. Die noedels. Niet de loedels. Als we die op hebben staan, kunnen we in de tussentijd andere dingen doen. Moet ik hier even een beetje reorganiseren. Ik ben benieuwd hoe lang onze brander meegaat. Dus dat kan ook nog zijn dat hij in de tussentijd ermee stopt. Daarvoor heb ik gewoon nog een reservebus bij me. Dus geen probleem. Maar zoals gezegd beginnen we met de noedels. Water in een pannetje. Een beetje zout erin. Je hebt niet veel zout nodig. Het spek is natuurlijk ook al zout. Dus we zouten maar een klein beetje. Nou. Het is natuurlijk een beetje kleine werkruimte. Ik zet dit heel even hier op de grond neer. Hopse flopse. Wanneer kwam die daar gisteren achter dat er een opgenomen? Ja, aan het eind natuurlijk. Dus je hebt gewoon alles uitgelegd en gekletst en gedaan. Ja, ik had alles uitgelegd, gekletst, gekookt en ik was al aan het eten. Ik was denk zover van nou ja goed, dan zet ik de camera uit. Maar die was al uit, helaas. Hoeveel had hij opgenomen dan? Ja, echt de eerste 5 minuten dat ik nog spulletjes klaar aan het zetten was. We gaan beginnen met het uitje. Doe even een beetje grof. Geen zin om heel voorzichtig te pellen.
Ten eerste kleurt dat mooi in het gerecht. Ten tweede, die zijn ook lekkerder. Overigens, ik heb altijd een afvalzakje bij, ook als ik in de natuur sta. Het is de bedoeling dat je je werkplek, om dat zo maar te noemen, schoon achterlaat. Dus, en ligt er van iemand anders nog iets, raap het dan ook even op. Afvalzakje mee in de eerstvolgende vuilnisbak dumpen en iedereen is happy. Oké, lekker. Ja, de smaak. Minder bitter. Hij is iets zoeter. Hoewel ik, als ik salade maak, vind ik die hele witte uien, ik weet niet hoe die heten, die vind ik ook heel lekker. Kijk, ik ben natuurlijk geen geleerd chef-kok, maar gewoon lekker hobbyboppen. En ik doe gewoon wat ik lekker vind. Zo. Ja, ik zie het. Dat is niet erg. Er gebeurt niks. Dat is ook een van die dingen die mijn zoon lastig vindt. Is de timing van dingen. Als water kookt, nou, dan kookt water, daar verbrandt niks aan. Dus dat kun je gewoon rustig laten koken. En op je gemak verder gaan met wat je bezig was. Nou, omdat ik het gisteren heb gemaakt, weet ik dat één zo'n nestje eiernoedels en een half, dat ruim voldoende is voor twee personen. En laten we even roeren. Nou, die noedels die hoeven maar een minuutje of drie, dan haal ik ze van het vuur af. En dan zet ik het pannetje even op de grond. Dan kunnen ze daar nog verder garen. Ze hoeven eigenlijk maar vier minuutjes. Ondertussen kunnen wij dan beginnen met het aanzweten van de ui. En de spek en de knoflook. En later voegen we dat allemaal samen. En kunnen we dan nog kaas en peterselie. Ja, kaas en peterselie toevoegen. Oeh. Danst eraf. Ja. Misschien het deksel eraf halen. Kook toch wel verder, ook zonder deksel. Dat is ook zo. Oké. Ik weet niet of ik alle ui ga gebruiken. Dan is het dekbed wegvliegt vanaf. Ja, anders dan wordt het weer het dekbed vasthouden vannacht. Verse knoflook. Ik heb begrepen dat je daar niet zo van gaat stinken als de gedroogde knoflook. Dus pak een beetje verse knoflook. Twee teentjes pak ik. Althans, één normale en één heel kleintje. Halen we even het schilletje vanaf. Hapsiek idee. Zo gaat dat heel makkelijk. Je ziet wel, ik heb geen knifing skills. Zoals die koks op tv. En geen koksmes.
Oh ja, dat is het wijntje, hè? Eens kijken hoe ver deze zijn. Heel eventjes. Overigens, wat ook handig is, in kader van kleine verpakkingen, zijn deze kleine flesjes van Carl van Sevitan. Dichter naar de camera toe. Je hebt maar een heel klein beetje nodig. Want het is heel sterk geconcentreerd. En je hebt een lekker beker drinken. Ja, wat meer water. Als je nou niet van deze mooie flessen op je adventure bike hebt zitten, dan kun je dus gewoon, als je inkopen doet, gewoon een fles water kopen in de supermarkt. Dat is geen enkel probleem. Nou, deze die haal ik eraf. Die laat ik zo lekker staan. Dekseltje erop. Pak ik de grote pan. Poink. Een beetje olie erin. Hoeft maar echt een heel klein beetje. Want ook uit het spek komt natuurlijk al een hele hoop vet uit. Waardoor je het eigenlijk alleen maar nodig hebt om heel eventjes het eerste aanzet te doen. Zo. Eiernoedels met spek. Komt uit de Alpen. Ja, waar wij vroeger woonden, daar heette dat spetselen. Het zijn iets andere eiernoedels, maar die kon ik hier niet krijgen. Dat is niet erg. Zolang het maar eiernoedelen zijn. Maar dit dat doet denken aan Zwitserland, Frankrijk, skivakanties. Het is ook best wel een vet gerecht. En dus je moet niet elke dag eten. Ja, die doen we zo. Daarna. Kijk, het ding met vet is, het moet allemaal in balans zijn. Hartstikke idee. Knoflook erbij. Want vet is kracht. En kracht is snelheid. Dus. Ja. Ja. Kracht is snelheid. Ja. En warmte. Een beetje midden op. Ik krijg wat opmerkingen dat ik mijn pannetje heel vaak scheef op het fornuis heb staan. Hartstikke idee. En dat is. Ja, dat is moeilijk te zien ook. En eigenlijk. We hebben nu de basis van het recept. Hebben we nu gemaakt. Ik doe die ei weg. Je kunt het met die opmerking altijd van, je kunt nooit genoeg ei hebben.
Ja, heb je wel gelijk in, maar... ui is ook een natuurmiddel. En ja, dit was echt te groot voor dit gerecht. Zo. Deksel daar. Deze ook even aan de kant. En ga ik even een beetje peterselie snijden. Ja, die was ik dus vergeten in mijn vorige gerecht. Ja, eigenlijk wel. Ten eerste kun je een mooi beetje vooroefenen. Ja, naoefenen is moeilijk. Gaat hij dat later na overheen of gaat hij nog in de pan? Nee, dat doe ik er later overheen. Het hoeft ook maar een beetje. En uit ervaring weet ik dat je hem ook gewoon weg kan laten. Dat vind ik wel lekker. Moet ik zeggen. Okidoki. Ondertussen gaat het goed in de pannetje hier. Ik zou iets anders in kunnen doen in plaats van de champignons, als mensen die niet lusten. Ja, die champignons die waren ook in het recept. Dat heb ik niet zelf bedacht, dit recept, maar dat, ik spaar alle recepten. In de winkels liggen vaak van die kaartjes met receptjes erop. En dit was een receptje van de C1000 en daar stond eigenlijk in dat die champignons optioneel waren. Oh, zonder champignons heb je dat wel klaar zijn. Ja, vind ik ook. Dus daarom had ik ze erbij gedaan. Nee, dat denk ik niet. Maar ja, goed. Kijk, koken is geen absolute wetenschap. Het gaat erom wat jij lekker vindt. Dus je moet gewoon een keertje proberen van als jij paprika lekker vindt, nou, dan doe je er toch paprika in. Nou, je krijgt soms ook van die bakjes gemengde paddenstoelen. Ja. Ik wilde natuurlijk, omdat ik wist dat ik moet koken in één pannetje, dat het niet te groot wordt. Dus ze hadden ook hele mooie bakjes met shiitakes staan. Lekker. Dat zou misschien ook wel heel lekker zijn. Maar ja. Maar die geen koolstof hierin, hè? Nee. In feite als dit... gaar is, dan giet ik de noedels af en dan warmen we die nog even mee in dit pannetje. En dan is eigenlijk het recept klaar. En jij hebt het gisteren gegeten? Ja. En toen was het lekker? Ja, het was super lekker. Wat denk je ervan als je het koken Nee, ik denk met die spek erbij dat niet lekker is. Gisteren had ik die spekjes ook lekker zacht gelaten, maar omdat jij er nu bij bent, maak ik ze wat krokanter. Oh, doe maar gewoon zo dat het lekker vindt. Het zijn in ieder geval ingrediënten die je eigenlijk best wel overal zou moeten kunnen kopen. Ik heb dit helemaal in onze buurt super gehaald, dat is de Jumbo. Gewoon hier om de hoek. Maar je kan dus gewoon voordat je naar de camping gaat, als je op adventure bent, of het stadje wat je na 3 uur aantreft, gewoon in de supermarkt je spulletjes halen.
En vaak laat ik me leiden door wat ze in de supermarkt hebben. En welk gerechtje dat ik ga maken. Maar ik heb er nu al, dus vierde gerecht. Eenpans gerecht is traditioneel natuurlijk ook een stampot. Ja, dat kan je ook maken. De traditionele pannenkoeken gaan we nog maken. Ja, dan wou ik net vragen. Hoeveel opnames ga je maken, denk je? Weet je dat? Ja, zolang ik inspiratie heb, ga ik dat gewoon doen. Eindeloos door. En als jij een receptje weet, schrijf het dan onder in de comments. En ga ik jouw receptje proberen. In ieder geval krijg ik een thumbs up, hoop ik van jullie. Kijk, nou. Ik ga de noedels afgieten. Ik heb hiernaast een emmer neergezet. Nee, ik heb hier een emmer staan. Die had ik daar speciaal voor klaargezet. Ik kan natuurlijk niet mijn man cave bezoedelen met water van de noedels. Nou, ziet er goed uit toch? Nou, die gaan erbij. Hop, ziek idee. En dan moeten we even kijken of die er goed mee erop staat. Dan moeten we even Swedish Chef dingen doen. Dat is natuurlijk een beetje akelig. Ik heb natuurlijk al een keer naar me toe. Oh. Ik heb al een keer een opname verprutst doordat ik echt op het laatst nog even met een bord de pan aantikte en die toen helemaal over de grond ging. Nou, ook. Daar kon je van de grond eten. Er lag twee gebakken eieren. Maar die heb je daarna ook nog hier in de mancave. Ja, die heb ik hier daarna ook nog in de mancave gemaakt. Ja. En toen heb ik de eieren in het gerecht. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik denk ook dat die zo goed is. Ik doe hem uit. Zo. Dit een beetje aan de kant. Dan gaan we proberen op te scheppen. Jij lust ook een bordje, of niet? Ik wil wel proberen, ja. Maar ik kan wel van jouw bordje snoepen. Oké. Okay. Een beetje kaas over. Peper. En natuurlijk een beetje kleur. Een beetje peterselie eroverheen. En kijk. Ons noedels, eiernoedels met spek, gerecht uit de Alpen. Breid hier gewoon in mijn mancave. Volgens mij is het lekkerder in de Alpen. Nou, pak er even bestek bij.
Wil je proeven, cameravrouw? Met een champignonnetje natuurlijk. Ja, als het niet lekker is, dan maak ik het niet natuurlijk. Nu kunnen smaken verschillen, maar... Ja, je hebt inderdaad gelijk, er hoeft geen room bij. Dat is helemaal niet. Het is nog wel een lapje. Dat is genoeg. We zullen dadelijk de meute erop loslaten. Ik ben dan niet in mijn mancave een knoeien, hè? Sorry. Nou mensen, zou ik zeggen, wat mij betreft weer geslaagd gerekt. Ik zorg dat de ingrediënten beneden in de beschrijving staan. Doe een duim omhoog. En happy adventurous cooking, zou ik zeggen.